Hoi. We gaan het vandaag hebben over de piriformis spier. Dat is een bilspier. En als die bilspier overbelast is omdat je een beetje stram hebt gezeten of je hebt de hele dag gestaan, je hebt hem in ieder geval overbelast, dan duwt die bilspier tegen een zenuw aan. En die zenuw die komt vanuit de rug, die gaat zo door je bil naar je bovenbeen. En die Gaat dan een beetje steken. Een vrij ongemakkelijk gevoel heb je daarbij. Nou, om die piriforme spier weer wat rustiger te krijgen, hebben we de volgende oefeningen. En voor de eerste oefening mag je komen zitten. Leg je benen lang vooruit en dan flex je de voeten. Nog een paar keer. Echt vanuit de hiel duw je hem weg. Misschien kun je al connectie voelen. Achterkant benen naar je billen. Nog twee. Oké. Okay. En dan zet je je rechtervoet op de mat. Je trekt hem naar je toe. Even je arm eromheen slaan. Lift je borst, lange nek. Lange uit. En laat hem een klein beetje los. Niet te ver inzakken. Je rechterbeen, breng je dan naar rechts. Je laat hem een soort van open vallen. Hou het lijf mooi rechtop. En dan duw je je rechterknie en net ietsje meer naar beneden. En los. En beneden. En los. Nog een paar keer. Laatste. En hou hem vast. Goed blijven ademen. En laat hem los. Als je wat leuniger bent in de heupen, dan plaats je je rechtervoet op je linker bovenbeen. Als dat voor jou te ver gaat, dan hou je je voet tegen de binnenkant van je bovenbeen. Wat je wil, gaan we hem nog een keer doen. In Knie iets naar beneden, uit los, in, op jouw tempo en nog één. houden we hem vast. En uitademend. Laat hem los. Leg je rechterbeen weer terug naar voren. In. Voetzolen weg. Uit. Los. In. Uit. In. Uit. In. Uit. Nog één. In. En uit. En plaats je, je linkervoet in de mat. Arm eromheen. Lift je borst. Diepe in. Lekker een lange, lange uit. En laat hem los. Linkerbeen. Die breng je naar de linkerkant. Oké. Okay. Zelfde doen. In. Beneden. Uit. Los. En probeer die adem echt te laten stromen. Adem is heel belangrijk hè. Nog eenmaal en hou hem vast. Blijf ademen. En laat hem los. Oké, okay. gaan we door naar de tweede ronde? Of je laat je voet liggen, of je brengt je voet op je bovenbeen, hoe die ook ligt. In, deel, uit, los. Laatste. Even vasthouden. En laat hem los. Been naar voor, In, voet in weg. Uit, los. In. Blijf dat lijntje ervaren, heel naar je beel. En nog eentje en laat hem los. Kom op, handen, knieën. Handen onder de schouders, knieën onder het bekken. En dan maken we de rug op de in een beetje bol. En op de uit een beetje hol. In. En uit. Voel hier die connectie onderrug billen. Want als je zo de hele dag hebt gezeten, dan wordt die onderrug stijf. En dat heeft weer een effect op het bekken, op de billen, op die beelspier. We eindigen met een lange rug, lange nek. Navel lichtjes aan, voel je adem. En dan breng je de benen ietsje naar elkaar toe. En dan til je je rechterbeen zijwaarts op in deze houding. Blijf ademen. Duw je been op de inademing net wat hoger. Uitstukje lager. In. Uit. In. Uit. Gaat goed, hè? Je kan ook nog experimenteren met je voet. je kan je voedsel wegduwen, je kan je tenen puntig maken. Nog één keer. Dan breng je je been naar beneden. Draai je een paar keer met het bekken. Billen onder rug. En de andere kant op. En terug naar het midden. Je linkerbeen, gaan we hetzelfde mee doen. Zijwaarts komt hij omhoog. Eerst even vasthouden. Even voelen de stand van je knie. Moet hij iets verder omhoog wijzen of juist naar beneden. In, op, uit, Jouw ademtempo. Niet te snel gaan. Is helemaal niet nodig. Als je te snel gaat, dan voel je toch eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Nog twee en breng je benen naar binnen, draai het bekken. Billen onder de rug. Kom terug naar het midden maken eventjes een bolle rug. Een paar keer goed diep ademen. Een holle rug, kijk op. En een lange rug, een lange nek. Leg je je benen een stukje uit elkaar. Diep in. Uitademend, billen naar beneden. Schuif de handen over de mat weg. En breng je voorhoofd naar de mat. Dan ga je proberen om je billen heel zwaar te laten worden. Dan krijg je dat gevoel. Dat die zwaarte vanuit de billen een lichte strekking geeft, zo omhoog in de rug. Spieren worden licht gestrekt, zo in die beelspieren, naar de achterkant van de bovenbenen. En dan gaan we die bilspier een heel klein beetje aanspannen. En dat doe je door je rechterknie net ietsje verder naar de mat te duwen. En los. Dat doe je ook met links. En los. Nog één keer rechts. En los. En links. En los. Heel goed. Trek de handen onder de schouders. Deel jezelf omhoog. Breng de armen in omhoog. Uit. Handen voor de borst. Voor de laatste oefening mag je dan komen liggen op je buik. Met je armen lang naar voren. En je voorhoofd naar de mat. Je voorhoofd laat je liggen op de mat. Wat je doet, is je brengt je rechterbeen omhoog. Je knie is in ieder geval los van de mat. En je linkerarm. Uitademend, kom je terug, leg je ze neer. Inademend, linkerbeen en rechterarm. Nou, dat doen we zo een aantal keer om en om. Probeer heel goed aan te spannen en dan los te laten en echt los te laten. En zodat die spier en die bilzenuw echt ervaren die spanning en die ontspanning. Nog één en dan haal je hem daar. En laat hem los de andere kant. En laat hem los, deel je hoofd een stukje los, de onderarmen onder je voorhoofd, leg je voorhoofd daar weer neer, even navoelen, lekkere diepe in, hele lange uit. Open dan je ogen. Doe je voorhoofd los. Plaats de handen onder de schouders en duw jezelf terug tot zit. Nou, dan hebben we die bilspier echt goed behandeld. Doe hem een hele week in ieder geval één keer per dag en dan zul je merken dat de pijn afneemt. Of de last die je ervan hebt, dat dat wat minder wordt. Kijk op Yoga met Nanda voor nog meer lessen voor deze beulspier. Ik zie je graag terug. Dag.